Wow, zo. Kathleen Koos doet al die stemmen van de reclame. Die gaan ongelooflijk goed Sven Ridder nadoen en zo. Zie wat het is begonnen. Ja. Het is nu zondag. Zo zondag. En we zijn goed uitgeslapen. En u luistert, luistert naar het Leugenpaleis. Ja, het Leugenpaleis. Het is vandaag 17 januari. 17 januari. Wat van u, Max? In de wereld heerst spanning, geweld en bloedmooie vrouwen. En op naarstig dravende paarden arriveren hier de hoofdredacteurs van Bruid in Mode. Hugo Matthijssen en Bart Peters, twee kerels met slechts één doel: het bereiken van de top. Het Leugenpaleis wordt gesponsord door Humo. Ja, dames en heren, vandaag vrienden en vrienden van Studio Brussel, weer welkom in het Leugenpaleis met vandaag de onderwerpen: hoe lang blijft een kat doorleven als je ze opsluit in een tupperweerdoos? Andrea Kronenbergs over het geheim van haar kapsel, ze stapt twee keer per week te voet door een carwashcenter. Kardinaal Daneels over het verband tussen christendom en sadisme. En minister Klaas komt een rauw ei leegzuigen, maar eerst een streepje muziek. Rob, er hangt hier een brief voor u. Dat moet ik doen. Van Jan Schouwkens. Blijf alert en wakker. Vlug inpikken op plaat. Niet wachten op fade-out. Maak van je afkondiging iets anders dan van je aankomst. Is dat een handtekening? De Pearl Jam en Even Flow. Dames en heren, luister naar het Leugenpaleis en ik ga een cola doen. Er is hier iets in de war, er is iets. Dames en heren, hij is weer aanwezig in onze studio. Niemand minder dan Hugo Matthijssen. Ja. Gaan we nu over tot de rubriek Meningen van Hugo Matthijssen. Ja, Bart, ik wil daar eerst even iets over zeggen. Zeker, Hugo. Ik denk dat ik vroeger, als ik alleen eens mijn mening moest zeggen, dat ik soms nogal aarzelend
overkwam. Ja. Ik bedoel dat ik wat bang was om echt negatieve dingen te zeggen. Ja. Dat ik dan wat rond de pot draaide en zo. En ik heb de afgelopen week een cursus assertiviteit gevolgd. En ik ben vanaf heden gewoon in staat om onverbloemd te zeggen waar het op staat. Goed. Hugo Matthijssen, wat vindt u van Bram Stoker's Dracula, verfilmd door Francis Ford Coppola? Ik vind dat een ongelooflijke rotfilm. Ja. Van het scenario is daar geen sprake. Dat zijn rotacteurs die daarin spelen. Niet spannend, het is vervelend en de muziek is heel slecht. En heel de film is onderbelicht. De discussie tussen Antwerpenaars en Brusselaars in zeker weten. Wat vond u daarvan, Hugo Matthijssen? Ik vond dat onzin en infantiel geleuter. Ja, vindt u dat Philippe Albert de verdiende winnaar van de Gouden Schoen is? Absoluut niet. Ik vind dat ongelooflijk flauwekul. Die man is totaal onbekwaam. Er is een soort motorisch gestoorde die wat hulpeloos achter een bal zit te hollen. Hugo, een moeilijke vraag. Wat vindt u zelf van uw nieuwe kapsel eigenlijk? Ik vind dat wel een rare vraag. Ik sta daar zeer positief tegenover. Tegenover mijn nieuwe kapsel. Wat maar dat zeer goed. Volgens mij is het een soort coiffuur Wouter van den Houten, zo kort. Kijk, ik zit zo. Ik ben naar de kapper geweest. Ik heb gezegd, beste man. Ja. Ik wil een sportief, jongensachtig kapsel. Ah, en dat geeft het dus. En dit is het geworden. En ik vind dat heel goed. Ik ben daar heel blij mee. Maar het is nog een beetje anders dan bij Wouter van der Hout. Want er is hier zoiets van boven in uw kop zitten, zo van die banen bloot. Wat is dat? Dat is mijn logo. Wat bedoelde? Maar doen we het dus iets meer naar beneden. Ja. Ik kan het niet goed lezen, omdat... Er staat HM. En we moeten het beter uitsonderen. Opgeschoren. HM. Ja, en wat is dat klein? 1993. Waarom? Dat is handig voor later. Ik bedoel, met het oog op foto's. Ah, ja. Over 5 jaar een foto van mezelf die ik direct kan zien. Ah, dat was in 93, want het staat op mijn voorhoofd geschoren. Wel bedankt, Hugo Matthijssen.
Sad Case of Loving You en Robert Palmer. Allee, mannen. U luistert naar Studio Brussel. En meer bepaald naar ma. Koek, koek. Adjudant verstrepen. Adjudant bij het Belgisch leger. En als je denkt dat het niet waar is... dan heb je stront in je oren. Ja, zet dat nu eens allemaal af. Zet dat nu eens allemaal gewoon... Laat het nu eens even stil zijn. Oké. Dames en heren, terwijl Hugo zijn sigaret opsteekt, koffie geworden. De technici van vandaag zijn eigenlijk Wim Moordgat en Roger De Vos, maar daar doen wij niet aan mee. Ik bedoel, waar het op aankomt is de techniek in de handen hebben, en dat is niet eenvoudig. Hugo Matthijssen, je hebt koffie gemorst. Dat is verschrikkelijk. Ja. Hebt u een voorstel qua hoe we dat moeten aanpakken? Want dus op dit moment horen we eigenlijk wel niets. Moet dat streng aanpakken, denk ik. Ja, ik vind Roger en Wim, ik vind dat ook geen goede namen eigenlijk. Misschien Kazan, ja. En Max. Oké. Kijk, het is zo. Kazan gaat dus de schuiven doen, hè? En Max doet de platen. En ik richt mij nu heel streng. Kazan, kijk in mijn ogen. Kijk in mijn ogen. Ja. Kazan. Pak CD. Hij doet. Kazan. Zit. Ja. Kazan, CD, in, speler, en Kazan. Nee, maar ik ben niet Kazan! Stop! Kazan, CD, in, speler, en Saddam. Saddam. Kazan, start! Kazan, lief. Gino van Dixies Midnight Runners.
Goedemiddag, dames en heren. Ik ga... Ik ben Seppe en ik ga... Ik luister naar het Leuvenpaleis en ga een hond daar doen. Waf, waf, waf. Er zijn kosten aan de jingles. Vrienden en vrienden van Studio Brussel, onze volgende gast is een dier. Het is een dame. Het is meer bepaald een hert en ze heet Kim. Welkom in de studio, Kim de Hert. Geef u haar alvast een groot applaus. Het ligt in de derde schuif. Ja. Kim, u bent een hert. U ziet er ook mooi uit. Waar we het nog nooit over gehad hebben, is eigenlijk uw beroep. Hebt u zelf een beroep? Ja, ik heb een beroep, Bart. Van beroep ben ik eigenlijk styliste. En wat moet ik mij daarbij voorstellen, Kim? Dus het styleren eigenlijk. Kijk, bijvoorbeeld in zo'n bos, Bart, je hebt daar van die oude constructies zo midden in zo'n bos en dat dient eigenlijk om hooi in te doen voor de herten in de winter. Ja. Als er weinig voer is eigenlijk dus, hè. En ik vind altijd dus dat wordt er zomaar ingesmeten en dat maakt een slordige indruk. En mijn taak was dan van dat hooi, van dat zo wat smaakvol te schikken in dat oude stakketsel. Waren er voor de rest nog dingen die u kon doen als styliste in een bos? Niet echt eigenlijk, niet bepaald. Maar schoonheid is voor u belangrijk? Ja, is voor mij heel belangrijk, vooral dus sinds ik dus ontdaan ben van mijn lichaam, zeg maar. Als je daar zo aan een plankje tegen de muur hangt, moet je toch vooral hebben van de visuele dingen. Ik bedoel, je kunt eigenlijk weinig meer doen dan de hele dag rondkijken. Bart, ik heb geleerd van daarvan te genieten. Bijvoorbeeld, als ze zo'n nieuw schoon tafelkleedje hebben in dat huis waar ik nu hang, dat maakt mijn week goed. Je hangt dus tegen een plankje en tegen de buren in een huis in Schravenwezel, in een villa, in Schravenwezel. Hangt u daar nu eigenlijk goed, Kim? Tot voor kort wel, maar dus vorig weekend hebben ze dus onder mij een bijzettafeltje gezet. Een groen bijzettafeltje met daarop dus een vaas met droogbloemen. En je moet weten, Bart, ik heb last van hooikoorts. En ik heb daar echt dagen hangen snotteren. Dat was niet te doen. En ik heb dus gedacht, ik moet op een of andere manier de aandacht trekken. Ik moet ze duidelijk maken dat die droogbloemen dat die buiten moeten. Ja. Ik heb gedacht, hoe moet ik dat doen? Ik ben dan begonnen met mijn linkeroog te knipperen. Totdat dus dat glazen oog daaruit is gevallen. Ik dacht, dan zien ze dat liggen, dat gaat dat signaal zijn, gaan die mensen dat begrijpen. Maar dus dat oog is op dat bijzettafeltje gevallen. Oei. En dan is dat weggerold onder de kast. Dan heb ik daar nog 3 dagen met maar geen oog gehangen eer ze dat gemerkt hadden. Ja, en hoe hebt u dan een andere hint gegeven om te zeggen dat die droogbloemen weg moesten? Een wanhoopspoging eigenlijk. Ik dacht, ja, het enige nog kan doen, dat is mij dus zelf in een soort van kamikaze-achtige duikvlucht met plankjes en al op die droogbloemen storten, zodanig dat ding omver valt. En hoe is dat afgelopen? Dat is mij gelukt. Ik ben dus van de muur gevallen, na lang dus wrikken en schudden, zeg maar. Maar dat was nogal een pijnlijke afloop, want ik lag dus daar en die mensen hadden tot mijn verbijstering, Bart, ik stond echt perplex, hadden iets van, ja, dat dicht. Wat gaan we nu wegsmijten? Die droogbloemen of dat dicht? Bart, dat waren moeilijke momenten. Mijn bestaan, dat ding echt aan een zijden draadje. Ze hebben dan uiteindelijk gelukkig die droogbloemen weggesmeten. Maar op zo'n moment, Bart, dan beseft je echt dat alles ongelooflijk relatief is. Ja, die olie... En dat weinig van weinig kan afhangen in je leven, ja. Van een echt. Kim de Hert, de olieramp op de Shetland-eilanden, hoe staat u daar tegenover? Heel positief, Bart, want ik voel heel hard mee met dus die dieren die daar zo vol van die smuren jagen. Die vogels en die zeehonden en zo. Waarom weet u dat of hoe kent u dat? Ik heb dat zelf van nabij meegemaakt, Bart. Kijk, bij ons in de buren waren ze een weg aan het aanleggen naast het bos. Toen u nog poten had, dus in het bos. Toen in mijn poot bestaan, zeg maar. Ja, ja. En er was dus een hert. En dat liep over die weg. Ze waren die asfalt nog aan het aanleggen. Dat was nog warm. En dat lette niet goed op en dat struikelde. En dat viel dus opzij, Bart. En dus de zijkant van dat hert, ene kant, dat ik helemaal vol pik. En dat beest, dat zag er zo wat uit. Alsof dat zo'n aangebrande kok, monsieur. En volgens mij heeft dat ook... Dus die smurrie heeft dat soort genetische voortplantings-erfelijke stimulus gegeven. Hoe bedoelt want u? Dat echt, Bart, dat was eigenlijk de moeder van Mirjam de Keuster. Dat is ook een echt. Dat is uw aartsvijandin in het bos, ongelooflijk goed karakter. Bart, ik zou daar boeken over kunnen schrijven. Ja, Kim de Hert, we gaan u in ieder geval bedanken voor uw komst naar de studio. Dat is een ongelooflijke roddel, Bart. Mirjam de Keuster. Ja, die heeft mij echt al de duivel aangedaan. Ja, dat is de dochter van... Ik begrijp het. Wel bedankt voor uw komst naar de studio, Kim de Hert. Ja. Dit is Kim Wilde en Kids in America. Down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why.
en Kids in America. Dames en heren, vrienden en vijanden van Studio Brussel, laat het nu even stil worden in uzelf, want het is weer tijd voor Bidden met Bart Peters. Dames en heren, vol van genade. Ik ging vorige vrijdag in de droomfabriek. Ik kwam aan de Ingeborg. Ik was goed op een week. Ik heb Sam niet gedronken op de receptie. Ze meegelopen naar de parking. Ik heb een nummer geprobeerd te doen in de auto. Er is daar nogal weinig plaats. Nu heb ik een verschot aan. Hier is het nieuws met Kathleen Kools. Ja, dat is nu eigenlijk... Dat is eigenlijk een vergissing, want er is eigenlijk helemaal geen nieuws rond 2 uur. Het is al 2:04. Dat is hier zo... Dan zit hier zo... Allee, ik zal dan gewoon iets over mezelf zeggen. Ik ben Kathleen Kools. En ik heb hier bij Studio Brussel veel last van vooroordelen. En dat is zo... Allee, over mij zeggen ze altijd, ze is mooi, dus is ze dom. En ik vind eigenlijk zo, schoonheid en lelijkheid en intelligentie en domheid, dat is anders verdeeld. Allee, dat is niet, je kunt daar niet zomaar op voorhand zeggen hoe dat is. Allee, ik ben nog iets anders dan mooi. Ik durf dat van mijn eigen zeggen. Allee, het is natuurlijk wel raar. Ik ken eigenlijk wel geen verstandige mensen die Mark eten, bijvoorbeeld. Dat ken je. Allee, dus Mark Koenen, Mark IJskes, Mark Uitroeven. Allee, Mark Uitroeven is wel jolig. Maar dat is geen groot licht. Allee, dat heb ik nu ook maar van horen zeggen. En met Mark Koenen heb ik zoiets van, allee, Ik draag graag minirokjes, hè. En allee, ik sta daar ook goed mee. Maar als ik dan zo die ogen van de Maracone zo uit zijn ooghoeken zo helemaal zo naar beneden zie glijden, dan heb ik zo van, allee zeg. En zo, Jan Schouwkes bijvoorbeeld, allee, die zal nooit tegen mij zeggen dat ik het nieuws goed heb gelezen als ik iets gewoon aan heb. Maar als ik een minirokje aan heb, dan zegt hij altijd heel goed het nieuws gelezen. Als ik een jeansbroek aan heb, dan zegt hij gewoon niks. En als ik dan een minirokje aan heb, dan is het op de redactie weer aan het dansen. Lied van Kakenbergen en Alta Cruz, die zeggen dan weer minder zo. Allee, ik vind zo, een kort rokje, ik sta daar jeugdig mee en allee, ik mag dat hebben en mijn benen mogen gezien worden. En ik denk ook, als onze lieve neer er anders op over gedacht hebben, dan zou mij wel gepasseerd hebben op 2 populiere stammen. Maar nu ziet dat er eigenlijk goed uit. En als ik dan zo met onze Rudy op vakantie ga, dan draag ik altijd short, zo heel kort. En de andere mensen kijken ernaar en dan wordt Rudy altijd nijdig. En ik zeg altijd, kijk, je mag maar aankomen. Niet? Allee, Rudy wel. Allee, ook niet altijd, maar wel als ik erin ben. Dan. Dames en heren, uw aandacht voor onze nieuwe rubriek Jean-Claude Van Damme en Arnold Schwarzenegger. Van Damme. Ja, Schwarzenegger. Ik heb een oude movie video recorder bought it. I see it, sick, but you're not gonna film me, hè? I wanna film you, yes. Oh, no, don't do that, Schwarzenegger. I wanna film you. No, I'm not geschminkt. Whatever it doesn't matter. No, I don't wanna be filmed when I'm not geschminkt, hè? Why, see, Schwarzenegger, I never come in the media without my make-up, hè? Dude, I am the witch for your face. No, Schwarzenegger. We beginnen hier toch te filmen. Let's make it good. Give me the 5, hè. Geef mij een hand. Ja, zeg, Schwarzenegger. Niet zo napen. Net niet zo. Oh, I see so close. Niet zo napen. Het Leuvenpaleis wordt gesponsord door Le Humo. Together, the sun and the sky, the spots on my face. And I must be stuck, my feet already are. And I must be lost, my feet already are. And I must be fast, my feet already are. And you'll soon be just your feet already are. On the shelves.
Studio Brussel, u hoorde zo'n Engels plaatje dat Maracode heeft gekozen en het is van de New Fest Automatic Daffy Dolls of zoiets, denk ik. Ik ben zuster Marta, u luistert naar het Leugenpaleis en ik ga een poes nadoen. Miauw! Miauw! Dames en heren, hij is weer live aanwezig in onze studio, niemand meer of minder dan Clément Perens, de sympathieke popkenner uit Antwerpen. Dag Clément. Hallo. Clément, ik wil het graag met u hebben over een verkoopssucces. Het is namelijk zo dat Whitney Houston heeft met haar soundtrack van die nieuwe film een ongelooflijk verkoopssucces gehaald. Dus... Ja, inderdaad, in de mesken is van ver gekomen, Bert. Maar I will always love you, heet het nummer 1. Het is carrièrematig, is dat die echt down below zero, hè? Oh. Die zat, ja, die carrière was kapot, hè. En hoe kwam dat? Tal onder grond, los verbaag gestuiken daar, Maria Carey en zo. En die heeft dan de klassieke move gemokt, die iedereen in zo'n geval mokt. Let's make een filmpje. Ah ja, en dat is dus dan deze film geworden. Ja. Hoe heet die film ook weer? Dat heet na The Bodyguard, maar oorspronkelijk ging dat heten The Singing Bird Cleaning Lady Greenpeace Girl of zo weet. The Singing Bird Cleaning Lady Greenpeace Girl. Ja, want dus de film, ja. Allee, al in het opening shot van dus de oorspronkelijke versie zeiden dus Whitney Houston, zo ergens op een straat in Alaska, zo rotsen. Dus een olietanker, die is er aangespoeld, allee, dat ligt er vol met van die smurrie, en ze is dus milieuactiviste, en ze zit zo met een tandenborsteltje, die rotsen op de kussenij, en ze zo die vogeltjes, zo dat bekje proper maken. Ja, en hoe gaat het dan verder in die film? Wel, dus dan daarna, een beetje verder in de film, die is nog altijd een bewuste milieuactiviste, gaat er een plastiekfabriekje openen ergens tussen New York en Washington. En zij het dan heet van de oudwasemingen van dat fabriekje, die gaan de wereld doen ondergaan, dus we moeten hier weg. En dan zo aan het hoofd van een stoot van honderdduizenden mensen, trekt ze te voet naar de Rocky Mountains, dus door heel het Amerikaanse continent, want met de auto, dat zien ze niet zitten, wegens milieuactivisme. Ja, maar Kevin Costner wacht, Bertje. En dat is dus een soort avonturenfilm, hè, want het is onderweg, allee, dan maken ze al eens een vulkaanuitbarsting mee. Ze worden al eens ongevallen daar, ja, een overstroming is, komt er ook in, wat ontploffingen en zo, een springkaan op laag, en die is ook... Technology is gone crazy, hè Bert? Ja? En dus tegen het einde van de film, daar worden ze ook nog eens aangevallen door een zware vliegende droogkassen. Ja, maar u zwijgt nu. En dus Whitney Houston weet die te verjagen door dus het ontlokken onder keil, dus onder struit van schrille geluiden. En zo wordt ze dan ontdekt door een platenproducer en dan wordt ze beroemd en dan is dat... Maar u zwijgt nu de hele tijd over Kevin Costner. Nee, want op het einde, dus de laatste 2 minuten van de film, dan is ze beroemd en dan was ze een Las Vegas en zo en dan is ze popstar en dan is ze natuurlijk een bodyguard. En dat is dan Kevin Costner. Die had dus haar baarrolken. En waarom is de film dan van naam veranderd? The Singing Bird Cleaning Girl is dan de bodyguard geworden. Ja, Bertje, dat staat zo. Dus Kevin Costner... Hè? Normaal speelt hij alleen hoofdrol op, maar die wou dus dat barrolletje wel doen omdat Whitney Houston was. Die Costner, Bertje, die was er ongelooflijk kekenzot van, hè. Dat was echt een verleefd kalf, was dat, hè. Maar hij moest pas aan het eind van de film... Hij had maar 2 draaidagen, de 70ste en de 79ste dag. Maar de eerste dag stond hij er al met bloemen voor dat caravanneke van Whitney Houston, hè. Allee, dat mens vond hij niet te doen. Die Costner, die leed hij niet gerust toe. Altijd maar bellen en cadeautjes en telegramsteuren en dan die bloemen en al eens een auto cadeau doen. Of dan zo een container, de verplutsbare container, met een ingerichte badkamer in en zo. Allee, weet de stapel zot van. Want de koster die is in een ering braaide niet, hè. Oei. En dan op de deur, ja, hoe gaat dat? Die was zo disappointed in love eigenlijk, hè. Nijdig. Is dan nadig en kwaad geworden. En van puur colère heeft hij dus heel die productiemaatschappij gewoon opgekocht. Die film was dan van hem. En die is gelijk een razende zot beginnen ermonteren. Die heeft Whitney Houston door het frustratie en woede overal uitgeknipt. En zijn lagen in al die scènes ertussen geplakt en een titel veranderd, want die film hoofdzakelijk over hem. En die heet dan ook de bodyguard. Maar ze hebben ondertussen dan ook nog dat titelnummer moeten opnemen, ja, natuurlijk. Ja. En dat was dan toch een probleem, neem ik aan, want dat gebeurt normaal toch pas na de film. I will always love you. Ja, en dus alles was dan al aangenomen van de Kevin, hè. Ah. En die heeft dan ook nodig gevonden van
Whitney Houston, die we dus nu mogen aanhoren. Ja, zeg dat ja, wel, ja. Jaar of sirenesang. Hij vond dat nodig van die dus te kuitje. Ik vond dat persoonlijk eerder koeieneren. Ah, hij heeft ze gecoeieneerd terwijl ze aan het zingen was in de studio. Want je zult dat horen, dat er zo regelmatig komt er zo een krop in die keilen. Emoties? Echt colère eigenlijk. We kunnen misschien even luisteren. Anders toch wel. Heel emotioneel gezongen. Ongelooflijk emotioneel. Kijk, en dan komt daar zo'n gitaar bij en zo. Allee. Ja. Wat zei Kevin Costner dan als hij achter het aan de andere kant van het glas zat in de studio? Kant, en dus bij dat inzingen, dan mengt het aan de koptelefoon op. Ja. En de Costner, terwijl het is om, die zo van alle smerige dingen... in de koptelefoon. Okay. Wat zei hij dan bijvoorbeeld? Stomme truc. Prima. En daar komen die emoties van. Is zo van, je zit slecht belicht. Dat is wel de kleur van pattekees met rode sokken. Hij is weg, snoeren. Doe maar. Zeg, weet niet. Zijn dat de nalonkansen die fladderen of die gaan cellulite pakken? Daar, die rare tremmel houden. Ja. We both know. Pas op. Er is al stroom op de micro. Dat verschilt hij. Nu begin ik te begrijpen waarom dat zo raar gezongen is, zo met die valse tremolo. Zeg ik niet. Ze gaan eigenlijk een prus van de zanger is. Je stem sloeg over, hè. Is getrouwd met Bobby Brown, hè. Dan moet hij tegen de... Begon... De Kevin tegen de techniekers zo doende alsof dat hem niet wist dat Whitney Houston aan het zingen was. Ja, dat hij dat kon horen. Hè. Dat ja. Kevin een ongelooflijk vraagje. Wat zei je dan over Bobby Brown? Zo, van, we moeten eens weten wat hij allemaal ootspoelt. Als Whitney niet thuis is. Dat is dan wellicht. Een raar plotje nog aan. Ja, er komt geen einde aan ook meer. En I wish you joy and happiness. But above all, ik weet niet juist over zingen. Waarom? Maar dan moet ik altijd denken als ik van die oogspanningspieren. Zit mee van die kabels, hè? Ja. Dat is raar, hè? Is een eigen dood. Nu vliegt ze pas voor goed in, eigenlijk. Ik ben er echt van aangedaan. Ja. Hey, wat is eigenlijk het volgende nummer? Bart, ik heb heel goed nieuws voor u. Ja. Want u mag... Hier is Telefoonheren! Dames en heren, hier is het wekelijkse telefoonspelletje bij Studio Brussel. En als alles goed zit en het zit goed, hebben we een kandidaat aan de lijn. En met wie spreek ik?
Ja, dag Bart, met Linda Kelchterman. Maar dag Linda Kelchterman, uit Deurne, hè? Ja, zeg, er is hier een luchthaven, hè? Ja, manneke, maar die is er al wel 50 jaar. Ik vind het totaal onzinnig om daar te beginnen over lullen. Dat wat betreft het intro, dus we kennen u, u bent gesitueerd, zullen we maar zeggen. Linda, het spelletje heet Hemel Hem Op, ja, hè? Het gaat erom om karaktereigenschappen. We zitten nu aan de D, vorige week was het C, we zitten dus nu aan het D-tje, het D-tje, hè? Dus karaktereigenschappen op te sommen, beginnende met een D, hè? En dus... Ja? Als u wint, dan wint u 227 frank en een reksje voor uw keukenhanddoeken. Oh. Hè? Ja. En als u verliest, dan komt Guy Polspoel samen met u in bad zitten en dan gebruikt hij hetzelfde washandje. Oh. Ja. Ik begrijp dus, u moet zich best concentreren. Ja. Het gaat over karaktereigenschappen die beginnen met een D. Hè? Dus ja, we gaan een voorbeeld geven. Dus bijvoorbeeld, stel dat het zou gaan over Bart Peters met een D. Hè? Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dapper, durvend, doordrijvend, dynamisch ook. Ja. Mocht het gaan over Hugo Matthijssen, Hugo? Wat mij nu te binnen schiet, dominant, ja. Droomprins, doelbewust, denker, diep christelijk ook en Duitser. Duitser. Ja, meer in historische zin, in de zin van er mag alleen eens ingevlogen worden. Ja, ja, ja. Is kordaat worden opgetraind. Goed, maar dat zijn maar voorbeelden, Linda. Want nu moet je zich concentreren. Want het gaat helemaal niet over mij. Het gaat helemaal niet over Hugo Matthijssen. Oh nee. Het zijn karaktereigenschappen die je moet verzinnen over de directeur van Studio Brussel. Namelijk over Jan Schoukens. Ah ja, ja. Ja? Dus okay. Het moet een beetje kloppen. Dus uw tijd gaat nu in karaktereigenschappen van Jan Schoukens met een D. Uw tijd gaat nu in Linda Kelchtermans. Ja. Oei, oei, oei. Absoluut niet. Linda, toch een beetje concentreren, een beetje bij de les blijven en het iets beter doen, ja? Dictatoriaal. Dictatoriaal, ja, heel goed, ja. Doordrammerig. Ja, een nagel op de kop. Ja, doordrammerig, ja. Dreigend. Absoluut, vooral 's morgens, ja, inderdaad, ja. Delinquent. Zeker. Diplomatisch. Nee. Nee, Linda, nee. Kom, blijven concentreren, ja. Demonisch. Ja. Jan Schoukens ten voeten uit, ja. Zeker. Druiloor. Wat zegt u? Druiloor. Zo kennen we hem. Ja, ja. Deugend. Nee, Linda, we moeten... Nee. Linda, kom, een beetje erbij blijven. Degenererend. Degenererend, ja, zeker. Despoot. Absoluut. Doe het zelf. Doe het zelf. Jan Schoukens laat altijd alles door anderen doen. Ja, inderdaad. Ja. Verder nog? Dom. Heel goed, ja. Doorzopen. Absoluut, ja. Dronkenlap. Ja. Is dat niet een beetje hetzelfde, Hugo Matthijs? Kunnen we dat wel goed? Nee, want doorzopen, dat is Jan Schoukens al jarenlang. Dronkenlap, dat is elke dag opnieuw. Okay. Ja, gaat u maar door, Linda. Dik. We zouden het hem... Ja. Maar hij is niet echt dik. Maar misschien bedoelt ze meer dik en nekkerig. Ah, dus dan kunnen we toch nog een half puntje. Een half puntje, Linda. Ja, verder? 13 in een dozijnerig. Ja, 13 in een dozijnerig. Heel goed, ja. Droogknop? Ja, we gaan de goede richting in, ja. Dement? Absoluut. Dambetand. Hugo, kunnen we dat goed? Nee. Jammer, het is niet een dambetand, het is ambetand. Ja, Linda, het spijt me verschrikkelijk. U was een hele goede kandidaat, maar toch hebt u niet gewonnen. Wij vervolgen met een streepje muziek en het spijt ons verschrikkelijk. Wat zegt u, Linda? Radio Donna. Ja, de D van Donna. We hebben ook een groep met een D, namelijk Duran. Wat zegt u, Linda? Mogen wij u het beste wensen in Deurne met een D, maar spijtig genoeg, deze week is het toch niet gelukt, Linda. Ja, Radio Donna. Dag, Linda Kellertermans uit Deurne. Wel bedankt.
Meneer en vader van Studio Brussel, u hoorde Duran Duran en Girls on Film. Bonjour, je m'appelle Félicien Duclos. Je connais évidemment le Leugenpaleis. Et je vais vous faire un cochon. Moche, moche. Fantastisch. Duclos. Hij is hier live aanwezig en we zijn heel blij dat hij weer naar Studio Brussel is willen komen. Dames en heren, dokter Dreiger, de sympathieke arts uit Oost-Rozenbeek. Goedemiddag. Dokter, de vraag brandt al een tijdje deze week op mijn lippen. Ja. De pers heeft nu bekendgemaakt dat Lady Di, zal ik maar zeggen, dus de hele tape van het telefoongesprek tussen Prins Charles en Camilla Parker heeft aanhoord en dat dat redelijk ver ging. Moeten we dat relativeren of ging dat echt redelijk ver? Bart, we moeten dat zeker relativeren. Het is niet zo, ik ken Prins Charles persoonlijk. Ah, u kent hem persoonlijk, ja. Eens per maand verlaat ik wel eens het continent om in het Britse Rijk de bloemetjes buiten te zetten. Ja, ja, samen met Prins Charles. En wat die tapes betreft, kijk, daar wordt daar gewag gemaakt van dus seksuele allusies. Ja, dat stond in de kranten, dat het zeg maar, Bart, zo'n Charles, dat is toch wat een stroeve persoon en zo'n een koninklijk hoogwaardigheidsbekleder, dat drukt zich altijd wat stroef uit. Ook door de telefoon. Ja. En bij mijn weten zijn daar maar drie allusies geweest en dan nog echt in een ambtelijke taal. Te weten, ten eerste, beste Camilla, gelieve bij onze volgende ontmoeting geen maliënkolder te dragen, want ik wens u dan de kleren van het lijf te rukken. Oh ja, ja. Zo. Verder iets over etiketten, beste Camilla. Gelieve, voortaan eerst uw tong uit mijn mond te halen, vooraleer het woord tot mij te richten. Oh, en tenslotte kan u mij een volledige lijst bezorgen van al uw lichaamsopeningen. Ja, ja. En dat was eigenlijk alles, dat was heel onschuldig. Maar toch, Bart, Charles was een beetje kapot van al die onthullingen. Hij heeft het in de pers, hij had het niet gemakkelijk en ik heb hem getroost. Hoe heeft u hem getroost, dokter Dreiger? Ik heb hem er weer bovenop gebracht met een simpel cadeautje dat hij dan op zijn beurt ten geschenke kon geven aan zijn Camilla. Camilla, maar, ja, Camilla maar, Parker. U moet weten, Prins Charles is een groot paardenliefhebber. Ja. Ik heb hem dan pantoffels en handschoenen cadeau gedaan in de vorm van paardenhoeven. Oh. Verder een zogenaamde geestring, voorzien van een fraaie paardenstaart. En tenslotte een stel in Spaans leder uitgevoerde zwarte oogklepjes. En kijk, zo'n Charles, die houdt van dat soort ludieke, speelse humor. Die geeft echt die Engelse zin voor humor. Dat studenticoze. Dat studenticoze. Die spirituele benadering, dat ligt hem wel. En hij heeft dan ook tot mij gezegd, met zo'n relativerende kniepoog, dokter Dreiger, my dear chap, dat voorspelt een dolle rit. Wel bedankt, dokter Dreiger. Graag gedaan. You're dangerous. Song.
Soundcheck. Soundcheck, Lego. Test. Gitaar komt dat goed door. Mago, komt de gitaar. Ja, dank je wel. Ja, Hugo, het is verschrikkelijk erg, maar die postmoderne kleinkunstdichter uit de Limburg is weer met zijn zuster. Dames en heren, graag heel kort uw aandacht voor aan de gitaar Margot en aan de lepels Joe voor Joe en Margot Roxy met hun postmoderne kleinkunst. We gaan voor u een paar songs brengen en het eerste nummer... Laat het een beetje vooruit gaan. Het eerste nummer klinkt misschien wel moeilijk, maar dus het eerste nummer heet IJzer. IJzer. Uw aandacht voor IJzer. Ja. 3, 4, hout, 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 hout. Hout, 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 solo. Hout. Hebt ge Bart en Hugo? Nee, ik begrijp er totaal niets van. Kunnen jullie dan nu misschien de studio verlaten? Misschien een beetje moeilijk. Het is misschien meer iets voor Rob. Dit maar nu iets meer toegankelijk. En het volgende nummer heet Verdriet. Het volgende Verdriet. Uw aandacht nummer voor Verdriet. Ja. Voor Verdriet op de verdrieten. 3, 4. Hoera, 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 solo. Hoera. Ja, het is meer dan genoeg... Ik begrijp er helemaal niets van wat dat te bedoelen. Ja, als je hem nu nog niet hebt, zeg dan zo... Dat misschien een beetje moeilijk, misschien meer iets vooruit. Dit, maar ja, kan het nu een beetje vooruit gaan? Nu als laatste nummer... Het laatste nummer, ja. En het laatste nummer, dat heet... De poes ligt naast de stoof. De poes ligt naast de stoof. De poes ligt naast de stoof. Ja. 3, 4. Ja. Waf, 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 solo. Waf! Heb je hem? Nee, we begrijpen het helemaal niet. Dat is misschien een beetje moeilijk. Bedankt voor uw waarde, maar misschien meer iets van dit en tot de volgende week. Dat je hem nooit hebben, hè. Zeg al mooi. Wel bedankt, Joe en Margo Roxy. Daar is de uitgang van de studio. Oké, okay, ja. Ja.
U hoorde X-Ray Vision en Moon Martin. Dames en heren, ik ben Mario de Klerk en ik ga een mens nadoen. Ongelooflijk hoeveel weerstand zo'n klein... wel bedankt, Mario de Klerk. In ons reeks genante verhalen hebben we nu, als het goed is, iemand aan de telefoon hangen. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, dat is Luc Morens van Sinaï. Wacht, ik spreek met Luc Morens, zegt ja, u, hè? Klopt, ja. Ja. U hebt een verhaal, ja. Meneer Morens, een genant verhaal. Wat is uw probleem? Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Wat is er precies gebeurd? Ja, het had van fortuin, hè. Het Rad van Fortuin van de KPO. Verschrikkelijk. Ja, wat is er precies gebeurd met het Rad van Fortuin? Het is de uitzending na de dinsdag en het is verschrikkelijk. Ik ben er gewoon kapot van, ja. Wacht even, u hebt meegedaan aan het Rad van Fortuin en dat programma wordt uitgezonden nu dinsdag. Ik heb gewoon gefaald. Ik heb er glad nerveus liggen. U hebt er als kandidaat... U hebt gefaald. Ja. En wat was dan het probleem, meneer Morens? Ik had alle medeklankers, hè. Ja? En dan heb ik het nerveus liggen. En wat was dan het probleem? Wat hebt u dan gedaan? Gewoon er neffigens liggen, verdomme. Ja. Allee, joh, dat is verschrikkelijk. Maar dus u had de medeklinkers en wat hebt u dan ingevuld? Ah, wel, ik had al die medeklinkers, hè. Ja. Ik zeg Walter Kotzeien. Ja. De Rinde van Funkrock. Wat zegt u? De Rinde van Funkrock. Dat begrijp ik. En wat had het moeten zijn, meneer Morens? Oh, de Ronde van Frankrijk, natuurlijk. Ja. Gewoon er neffigens lagen voor heel de Vlaanderen. Dat is, ah, u hebt schrik. Dat is verschrikkelijk, hè. Ik ben er gewoon kapot. En dat wordt dus nu dinsdag uitgezonden. Ja. En daar is niks aan te doen? Nee. Ze gaan weer lachen op het werk en zo. En ik heb al gebeld naar VTM. Om te vragen, kunnen dan nou niet allee, wegdoen. Hè? Maar ze gaan dat gewoon laten spelen. Hè. Wanneer is dat opgenomen, meneer Morens? Dat is verschrikkelijk. Hè. Dat is al 3 maanden geleden. En ik ben al 3 maanden kapot. Want ik slaap niet meer. Ik slaag op mijn vrouw. Dat is ongelooflijk. Ja, maar u mag zich dat echt niet zwarten. Uiteindelijk, het is maar een spelletje meer. Ja, ik heb al gepijst om gewoon een eind te maken aan mijn leven, want het is echt verschrikkelijk. Meneer Morens... Ik ga maar gewoon kapot maken. Ja, maar nu gaan we even heel ernstig zijn. Ja. Een spelletje is dat niet waard. Dat mag u absoluut nooit doen. Maar nu moet u mij even echt van mens tot mens geloven. Dat mag u absoluut nooit doen. Gewoon toch doen. Ja. Meneer, kunnen wij u misschien opvrolijken met een vrolijk melodietje? Helpen en jongens, ik heb hier al alles geprobeerd. Dus, ik kon het gewoon doen. Dus gewoon netjes liggen, dat is iedereen dat ziet. Dat is... We gaan kijken dinsdag en wel bedankt Luc Morens uit Sinaï. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Het beste, ja, oké. Okay, ja, ik zit daar gewoon kapot. So let's get up. Put on your hat and clothing. Just escape and run and leave this troubled world behind. So let's get lost and get our juices flowing. When
en vijanden van Studio Brussel. U hoorde Vanessa Paradis met een liedje dat we voor het gemak het mooie liedje zullen noemen. En hier is een jingle. Ik ben zuster Marta. U luistert naar het Leugenpaleis. En ik ga een poes nadoen. Miauw. Goed, goed. Miauw. Ja, oké. Okay. Wat is het volgende rubriek? We hebben een nieuwe rubriek in het Leugenpaleis, namelijk de rubriek Raap het eens op. En het gaat om het volgende. Wij vinden dat de mensen te weinig voor elkaar alleen iets oprapen wanneer er iets valt. Ik begrijp er niks van. Dus het is dus zo. Bart, u heeft hier een grote blik in bus. Ja, ja. U moet die laten vallen en dan wordt die door iemand opgeraapt. Wacht, ik heb hier een blik op bus staan. Oké, okay, ja. U mag die dadelijk laten vallen en dan wordt die opgeraapt. Het is wel zo, Bart. Ja? Ik ga dat niet doen voor u. Oké, okay, wacht, ik gooi de blik in bus. Wacht. We gaan die laten oprappen door Mark Koenen. Door onze producer, dus ja, eigenlijk. Dan okay, doet hij nog eens iets ja, nuttigs. Ja, oké. Okay. Ah, Mark, hij is hier. Mark, kom eens. Wacht, je moet helemaal achter het glas komen. Oké, okay. Mark Koenen komt er nu aan. Ondertussen, hier is de blikkenbus. U hoort het. En ik laat ze, nu, ik laat ze nu vallen. Ora, welkom, Mark. Wat is nu de bedoeling? Mark raapt nu de bus op. En geef hem een hartelijk applaus, dames en heren. Dat is in de derde stap. En overhandig de bus aan Bart Peters. Ja, dank je wel. Zeg, alsjeblieft, wie? Alsjeblieft, Bart. Ah ja. Over Mark Koenen, vorige week is er gezegd dat er geknoeid werd in de uitzending, omdat we het dus hadden over zijn intelligentiequotient en dat niet erg hoog ligt, hè? Ja, er is veel over. Mark, blijf hier nog even. Ja. De mensen schijnen te denken dat opgezet spel was. Ja. Dat wij Mark Koenen er wat hebben ingeluisterd. Dat is absoluut niet het geval. We zullen dat nu bewijzen door hem een soort herexamen te geven. Ja. Ik ga hem een paar algemeen ontwikkelingsvraagjes Mark, kom misschien even stellen. Op mijn stoel zitten. Dames en heren, geeft u hem alvast een applaus. Niemand minder dan de producer van het Leugenpaleis, Mark Koenen. Ja. Beste Mark Koenen, welkom in onze studio. Ja, dank u. In uw studio eigenlijk. Ja. Ik ga u drie eenvoudige multiple choice vraagjes stellen. Oké. Okay. Ja. Beste Mark Koenen, Perez de Cuellar, betekent dat A, ik rem alleen voor mooie vrouwen, B, pas op vallende stenen, of C, houdbaar tot 16 oktober? Dat heb ik geweten, zeg maar. Ja, nee, maar je moet wel direct antwoorden. Dat is een gemiste kans. Nu gewoon nog even een vraag, maar blijf concentreren. Spannend, ja, okay, ja. Welk gas gebruikten de nazi's in Auschwitz? Was dat Isabella A, Zyklon B of vitamine C? Sneller antwoorden, sorry. Ja, okay. Wat is de echte naam van Koen Wouters? Koen Wouters, ja. Is dat A, Gijsbrecht van Aemstel, B, Gwijde van Dampierre of C, Dirk Lesaffer? Ik ken die niet. Hij weet niet eens wie Koen Wouters is. Ik zou zeggen, we vervolgen met een stukje muziek. En het te is dom om te helpen donderen. Ja, oké. Okay. 1, 2, 3, 4! Yeah. Taste the beer. Taste the beer. Studio Brussel, we gaan eerlijk zijn, u hoorde James Brown.
Ik ben zuster Marta Peters. U luistert naar het Leugenpaleis. Dat is een derde keer comeback. Zuster Marta Peters. Dat is niet diep bij Studio Brussel, geloof ik. De miauw van... Goed. Dames en heren, hij is nog steeds aanwezig in onze studio. Niemand minder dan Clément Peres, de sympathieke popkenner uit Antwerpen. Clément, nu je hier toch bent, kunnen we het misschien even hebben over de laatste single van Prince. Dat nummer heet Seven, geloof ik. Kunt u daar misschien wat uitleg bij geven? Ja, Bertje, ik wil dat nummer geren situeren, maar dat moet dus gesitueerd worden in een meer brede maatschappelijke historische context. Seven van Prince. Ja, dat moet dus gesitueerd worden in de context van de dwergen in de popmuziek. Wat bedoelt u dan precies? Met dwergen bedoel ik degene die niet van de grootste zijn in de popmuziek. En er zijn er zo wel wat. Bowie, meter 32. Ja. Paul Simon, meter 23. Jean Bluiten, meter 35. En Prince, de meter 24. Ja. Dus die is een gestalte, hè, Bert. Dat heeft die mens getekend voor zijn leven. De zus van Prince is de laatste week in de media gekomen. Ja, die heeft dus interviews toegestaan, hè? Ja, Rita. Rita Prince. Rita Nelson, die niet eigenlijk Nelson, hè. Prince die niet eigenlijk Roger Nelson. Roger heet Prince eigenlijk. Roger heet. Dan veranderde we naam, hè. Allee, dat is nogal evident. Ja, Roger, die laat ze nou ook Kazan noemen, hè. Ik begrijp het, ja. Maar dus... Maar dus die heeft dus vooral wat dus Prince... Als klaar, hij is altijd klaar gebleven natuurlijk. Als kind. Maar dat iedereen moet daar staan. In het gezin ging dat ook altijd over angst en klaar. Ah ja. Die konden niet meer lachen. Op school noemden ze die de mini. Thuis was dat ook altijd, als die moeder reep, kwam en eten, dan zei die zijn broer en zijn zuster, ik heb die onder de mat om te zien waar dat hem ziet. Oei, dat is grappen, hè. Zo, en zo van, spring de morgen, bitte mee zijn knoosels, kind het Bertje. Ja, en op school? Op school ook, hè. Zo in de turnles. Maar die journalist begon altijd met die leraar zei, allee, is de mini nou weer afwijzig? Je zag die gewoon niet staan tussen al die anderen, hè? Als aan de meidenleerlingen, als die een bokkensprong moesten doen, of een bok, moest de kleine prins dat tonen over zijn brooddoos, hè? Oei. Weet dan ook zo, later, dus Paisley Park Studios bijvoorbeeld, dat is helemaal gebouwd op zijn gestalten, hè? Want dus normaal draagt hij een gele prins, maar dus, als hem ontwerk is, thuis, dan draagt hij gewoon sloeven, dan is hem dus nog kleiner, en die heeft dus om op gelijke hoogte te staan met zijn meidenmensen, heeft hij dus eigenlijk in de gangen een soort loopgraven gemokt. Ja? Een soort waterloze kanalen. Zo'n Paisley Park, dat is eigenlijk een soort uitgedroogd Venetië. Ja, waar ze van spreken. Ja. Dus zijn meidenmensen lopen daar die 80 centimeter diepe kanalen en aanloopt op begane grond. Dan komen ze ongeveer even hoog. Ja. En waarom staat hij dan nooit interviews toe, bijvoorbeeld? Want hij is bijvoorbeeld is geïnterviewd door Kurt Loder. Ja, dat was zijn eerste interview in 8 jaar. Van MTV, ja. In 8 jaar. En dat interview heeft exact 24 seconden geduurd. Want dus die Kurt Loder, die zei dan, beste prins, I'm very glad to meet you, finally for an interview, bla bla bla. En als eerste vraag zou ik u willen vragen, u bent klein begonnen, en dan is prins kwaad opgestaan en is hem weggelopen. Waarom laat prins zich eigenlijk prins noemen? Zijn een soort koninklijke hoogheid? Waarom is dat? Omdat hem hoopte dat iedereen hem dat zou aanspreken met Your Highness. Dat begrijp ik niet. Hi! Ik begrijp het wel. Hij doet zo, Adam Klamas, hij hoorde altijd zo van, als je dit en dat smoord of sput, dan word je hi. En dat verkeerd begrijpen, hij doet ook erom gesnuiven, gespuiten en gesmoord, zo, alles wat nog denkbaar is. Hè. Ja, en dan die laatste single, Seven. Ja, er is eigenlijk een soort verzoning met zijn gestalte, want het zit dus zo, op de platenfirma worden ze wat buiten worden. Die prins, die is altijd moeilijk daar over zijn geringe lengte. Ja. En ze hebben er dan een wiskundige aangezet en die net dus berekend. Als je dus de lengte van prins, hè, een meter 24, als je dat vermenigvuldigt met het aantal verzen van de Kuiran, dan kom je uit op de afstand van de aarde tot de zon op de 29e juli. En dat is toevallig de verjaardag van prins. En dat prins Adore, die was ongelooflijk content, die was verzoend. Net dan het nummer 7 gemokt. Ja. En dat betekent eigenlijk 7 foot. Dus 7 foot, dat is de lichaamslengte van prins. En dan zullen zeggen 7 foot, dat is meer dan 2 meter. Maar prins is natuurlijk wel zo clever geweest om dus zijn eigen voetmaat te pakken. Met die schoonmaat 27. Wel bedankt, Clément Peters. Gerig gedaan. Hier tegen de heer Cas Goossens. Mark, als het voor u goed is, flitsen we nu over naar de 11e verdieping van de BRT. Hugo, dag meneer Goossens. Dag meneer. Hoe gaat dat met u? Och mannetje, het staat er weer al tegen. Het staat er weer al tegen, maar de Van Rompuy, Jan Van Rompuy, die heeft het uitgang. In zeker weten. Ja. Die discussies tussen die Brusselers en die Antwerpers, dat was er bonk net, dat ging helemaal verkeerd. En Brusselers zijn dan gewonnen.
En de volgende dag, Matthijs, dat geloofde jij nooit. De volgende dag morgens op mijn bureau, mijn secretaris, ik zat al zo, mijn secretaris had mij vrijgesteld van afspraken. Ineens vliegt er de dinges binnen. Ik ken je niet zo, die een Bob. Popkoos, zo'n lelijke douche, zo met zo'n witte snus en zo'n wit haar, zo'n... Dat is een burgemeester van Antwerpen. Die was heel kwaad en die begint zo op aan een bureau te slagen en zo. Maar ik ken heel die mensen niet. En die sprak zo raar, dat was zo'n raar mengeling van zo Hollands en beschaafd in Antwerpen. En zo roepen en zo. Ik dacht, dat is zeker een acteur van Traumatisch Gezelschap die niet met pensioen wilt gaan. Allee, ik ken die helemaal niet. En die begon dan zo van, wat denk je gaan wel? Met die discussie die zeker weten. Het blazoen van de stad Antwerpen is aangetast, zei die Bob Koels. En heeft u hem tot bedaren kunnen brengen? Ja, Matthijs, dat was heel moeilijk. Ik heb al mijn trucken moeten gebruiken. Diplomatie, Matthijs, dat was ongelooflijk. Allee, en wel dan, om het goed te maken, ruime aandacht van een BRTN voor Antwerpen 93. Het zijn er 40 of zoiets, ik weet niet, 600 manifestaties. Maar allee, 10 al meer van onze kloten dan het andere. Wat kan je er allemaal mee doen? Wat moet ik ermee aan Antwerpen 93? Wie is dan geïnteresseerd? Allee, ik kan natuurlijk zo Gertie Christoffels fulltime in de caravan op de grote met zitten of zo. Maar al dat onnozel experimenteel toneel, al die belachelijke moderne kunstenaars die de sporen van Tram 7 gewoon volschilderen, wat is dan? Ik geef God nog liever een half uur lang een longshot van de Groenpluts met tassen. Dat moet je verstaan. En al die experimenten in de zuil met zo, ze gaan niet toe met laserstralen in het kot van de zionde. En die maken dan zo ongewild elektronische muziek als ze met hele poten flapperen. Als je dat uitzint, Matthijs, dat kijkt helemaal geen kat niet meer naar een BRT. Dat gewoon is er. Heeft u die zeker weten discussie eigenlijk gevolgd? In Brussel, Antwerpen. Ja. Oh, Brussel is gewonnen en ik weet ook hoe dat komt, Matthijs. Dat is gewoon, hè. Antwerpenaars, die zien de laatste tijd een beetje antipathiek. En dat komt omdat die problemen hebben. Problemen met het samenleven van verschillende culturen. En dat geeft dan zo'n spanning in zweepartijen en dan zit er tegen. Pas op! Het is niet gemakkelijk zo met vreemde culturen. Nee, ik verstaan dat wel. Hoe bedoelt u? Ja, het is zo, ik woon zelf met Thijs, ik kan dat persoonlijk tegen. Ja. Ja. Ik woon zelf met Osmia in Itigen, in de kleine landeigendommen. En ons geburen, dat zijn de Bosmansen. En de Bosmans, dat is eigenlijk ook een vreemde. Ah ja? Ja, die komt van Nijlen. En Nijlen, dat ligt 8 kilometer van Itigen. En Nijlen, dat is toch niet ons soort volk. Dat is toch niet helemaal anders. Nee. En dus zijn vrouw, Yvonne, die is wel van Itigem eigenlijk. Dat is een dochter van de keurmaskers van de Kerkstraat. Dat zijn heel goede katholieke mensen. En die wou liever die bij Rauwers wonen. Dus dan is de Bosmans helemaal verhuisd van Nijlen naar Itigem. Maar Jules Bosmans, die woont nu al 30 jaar in Itigem, van 62. Maar je voelt dat toch? Allee, zo, Nijlen, dat is niet ons soort volk. Zo, de fanfare van Nijlen bijvoorbeeld. Die speelt alleen polka's en maskjes en zo. In de fanfare van Itigem. Ik ben er voorzitter van geweest. Onder mijn impuls is er een Gershwin medley gespeeld. Ah ja. Porgy in Bes. In Sibemol, hè. Porgy in Bes. En een James Last medley. En ik heb ook allemaal zo speciaal gevraagd. Ja, hoogstaander dan. Ja, dat is toch... Allee, die verschillen, dat is nu ook zo. Allee, tussen ons en dus de Bosmeis. Zo, willen eten altijd s'avonds warm eten op hetzelfde uur. Maar bij dan Bosmans, die eten soms warm, smiddags en dan s'avonds boterhammen. Dan weer smiddags boterhammen, s'avonds warm. Je kunt daar, en altijd op een ander uur. Allee, dat is zo die typische Nijlense bohemien mentaliteit die er in het allereerste is. Die twee huizen, ik heb dat eigenlijk nog nooit durven toegeven, maar die parken eigenlijk tegenin. Ja, dus eigenlijk, twee woonst. Ja, dat is een soort, eigenlijk in de een en dezelfde gevel. Ja. En een Bosmans, dat is zijn zaak, maar die is gekozen voor zeepgroen. Ja. Allee, dat is ook zo Nijlens zo. En ik ken zo wit met een beetje zalm in. Ja. Maar dan zo iedere keer, als we dat zo schilderen, volgens mij, die een Bosman, dat weet niemand, he. Maar die pakt altijd een millimeter meer zeepgroen en die pakt dan altijd eigenlijk een klein stukje met zijn veren van onze zetel af, en van onze gevel af. En hij kun je eigenlijk met blote oog zien dat er meer zeepgroen op die zetel dan zo zalmwit op die gevel. Ah, en dat ja. Vind, ja, probeer dan maar eens tot een harmonieuze samenleving van culturen te komen, Matthijs. Dat moet moeilijk zijn. Verstod jij mij, Matthijs? Ja, absoluut. Dat vind ik nou zo raar, he. Allee, zo echt een groot licht zie je er niet uit, maar toch kun je mij soms verstaan. Ja, zeker. Goed, Matthijs. Tot volgende week, jongen. Ja, dag meneer Goossens. Nog een goed weekend, manneke. Ja, dankjewel. Ja, oké.
alles. We kunnen alles. Het is in orde. Ja, in orde is wel een groot woord, vind ik. Wat bedoel je? Ik heb ongelooflijk veel problemen met die techniekers. Wat bedoel je? Als je zo het eindresultaat hoort. De klank van de stemmen. Ja, dat moet zoiets zijn. Ik heb... je weet dat ik conservatorium heb gedaan. Ja. Dictie heb gevolgd. Ja. En als ik mezelf terughoor op een bandje of zo, heb ik altijd het gevoel dat er Antwerpse klanken in zitten. Ja, dat is raar. Slechte microfoons of zo. Ja, het is heel raar. Ik heb ook hetzelfde gevoel van... Ik ben ook al jaren met stemtraining en zo van alles. En telkens als ik zo bandjes van het... Ik ben ook echt sympathiek. En echt warm. Een warme persoonlijkheid. En als ik het Leugenpaleis terughoor, heb ik altijd zoiets van... Zo precies twee boekhoudse dikke nekken eigenlijk. Ja. Dus ik heb echt dikwijls iets van... Wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ja. Ik heb ook zo 2 weken geleden van op deze plaats een oproep gedaan voor meer verdraagzaamheid in de samenleving. Ja. Maar ik heb daar niks van gemerkt. Daar is geen reactie op gekomen. Integendeel, zoals die oorlog is gewoon terug herbegonnen eigenlijk. Tussen Bush en Irak. Ik zie het hier eigenlijk niet meer zitten. Ik heb iets van volgende week. Ik wil op mijn stem reverb. Ja. Iets met de bas. Ja. En een lexicon effectje. Allee, zoiets. Dat is echt een eis. Tot zover het Leugenpaleis. Gesponsord door Humor.